Stel, je zit in de regering. Wat zou je als eerste aanpakken? Och jee, wat een moeilijke vraag. Er zijn zoveel problemen op dit moment. Het kabinet is gevallen en dus komen de verkiezingen aan. Welke thema's zijn nu belangrijk? Oh, dat weet ik zo even niet. Nee, geen idee. Er zijn genoeg, denk ik, die aangepakt kunnen worden. De zorg. Ik vind dat ze daar niet op moeten bezuinigen. Wat zou u doen als u in het kabinet zou zitten nu? Ja, goede vraag. Ik ben Duitser. Ik heb er niet van staan. Ik denk dat ik ga voor de woningbouw. Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik denk toch de woningcrisis. De woningmarkt. Zeker als ik voor mezelf spreek. Ik ben nu een student, maar als ik zo meteen op zoek ga naar een woning, ja. Er is gewoon een best een groot tekort. Laten we daarmee beginnen. Het houdt allemaal met elkaar in verband. Stikstof en immigratie enzovoort. Migratie. Ja, ik vind het zelf ook wel heel belangrijk dat we openstaan. Ook heel erg de positieve dingen zien van migratie. Want ik denk dat we daar wel veel op, veel meer kunnen winnen. Zou jij de nieuwe Rutte willen worden? Absoluut niet, absoluut niet. Nee, ik heb veel respect voor degene die dat nu gaat doen, zeg maar. Die krijgt dan heel veel haat over zich heen, denk ik. Wat hij ook doet. Je moet stemmen om te overleven. En dat moet het uitgangspunt voor de verkiezingen zijn. Geen gezeur van plantjes en dieren. Nee, de mensheid moet overleven. Regeren, ja, dat is klappen krijgen, zeg ik, maar het is heel moeilijk. Maar iedereen naar het zin maken, dat is onmogelijk volgens mij. We hebben allemaal eigen mening en Nederland heeft heel snel zijn mening.